Ja. Okay. Centraal Station. Dit is lijn 2 richting Nieuw Sloten. Nieuwezijds Kolk, Martelaarsgracht. Ik voor de collega's lijn 14, collega's lijn 14. Eén moment. Collega's lijn 14, houd hem echter nog voor het zeker, voor de zekerheid. Eén moment, collega's lijn 14, want we horen net voor de wissel. Wacht even. De Dam, Dam Square, Palace, Koninklijk Paleis, Monument, Madame Tussaud. Overstappen op de lijnen 12, 13 en 17. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out. Richting CS gaan wij vanaf de plantage in Middelaan. Plantage Kerkmaan, Vredestraat, 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 en Mansuit, hier op eigen route. Dus collega's bij 14 graag even vanaf nu uw route te leggen. Ik vond het wel heel spannend, maar dan vond ik het wel heel leuk worden. Mooi toch? Ja, ik dacht echt waar ben ik aan begonnen in het begin, maar... Ik dacht, dit gaat me niet lukken, al het verkeer, maar uiteindelijk is het helemaal goed gekomen. Ik heb er heel veel plezier. Ik was echt blij dat ik het afgelopen ronde. Wat vond je het moeilijkste, theorie? Ja, ik denk toch die storingen en zo. Weet je, dat is toch wel ingewikkeld allemaal. Wat vond je het moeilijkste? Ja, al die storingen leren kennen, hoe ga je ermee om? Ja, inderdaad.
Westermarkt. Anne Frank Huis Monument Westerkerk. Prinsengracht, Keizersgracht, Amsterdams Historisch Museum. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out. Zeg maar gewoon dat alles nieuw is, zeg maar. Weet je, het is totaal anders dan een auto rijden. Marnixstraat, Rozengracht. Overstappen op de lijnen 5, 13, 17 en 19. Ik zeg je moet het zweven of tap of whatever. Ja. Is er al gewoon niet, dan lopen ze gewoon weg. En nu zitten ze weer? Ja, ik heb ze laten inchecken. Daarom heb ik het ook omgeroepen. Ja, goed zo. Dan roep je ze terug, maar ze negeren jou. Dus dan gaat het weer via de omroep. Ja. Ja, dan luisteren ze meestal wel. Elandsgracht, Marnixstraat. Overstappen op stad- en streekvervoer. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out. Heb je gemerkt dat jullie hebben overal begrenzingen? Bij iedere brug. Ja, is ook zo. Maar deze, we horen al vanaf 2019 al voor de lockdown. Dat de hele Rozengracht voor minimaal 2,5 jaar dicht gaat moeten gaan. Wat meen je niet? Ja.
dat de brug ook gedaan moet worden. En alles, maar blijkbaar nog steeds niet. Ja, het is natuurlijk echt een omleiding dat dan gaat worden, hè? Ja. Waar gaan al die trams heen? Ja, Rozengracht is best wel een gewilde, belangrijke straat. Leidseplein, Leidse Square, Entertainment Area, Marnixstraat, Stadhouderskade. Overstappen op de lijnen 1, 5, 12, 19 en streekvervoer. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out. Museumplein, Rijksmuseum, Stedelijk Museum en Van Gogh Museum. Overstappen op de lijnen 5, 12 en streekvervoer. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out. Thank you.
Ik haat die QR-code. Ze doen het zo slecht. Zo slecht. Het neemt zoveel. Oh, kijk, dat kindje rennen. Zo gevaarlijk om mijn kindje hier te laten rennen. Oh, ik schrok er ook van. De haltes. Nou, je wilt niet soms laten ze die kinderen echt van 2 jaar gewoon alleen op de halte, hè? Gewoon spelen. Ik bel dan gewoon heel hard en dan pas ga ik. Ja, inderdaad. Ik laat ze meestal doorlopen, hè, hier al. Als het te lang duurt. Ja. Met die QR-codes, ja, je kan controleren of, het, of die nog geldig is, zeg maar. Ja, precies, maar je, soms heb je gewoon geen tijd. Nee, is ook zo. Dan wordt het gewoon te druk op een moment. En ik heb zoiets van, doe maar een goed systeem dan. Ja, is ook zo. Dit is al 2 jaar zo wat aan de gang en nog steeds dezelfde problemen. Ja, hij leest het gewoon niet goed. Hè? Die QR-code leest het niet goed. Nee, hun houden vol dat het perfect werkt. Dus weet je. Er zijn de mensen die er niet mee om kunnen gaan en niet de passagier. Dus ja. Ja, nee, klopt. Cornelis Schuitstraat. Valeriusplein. Iets harder of je volume even harder zetten, want ik hoor die echt heel zacht. Hoor je zo beter? Ja. Nee, die meneer was een beetje boos geworden. Waarom? Hij zegt ja, je rijdt zomaar door. Ik ben gewoon gestopt hoor. Hij zegt nee, ja, dit, dat. Ik ben wel gestopt. Heb je op het groene knopje gedrukt? Zegt hij ja, maar we moesten nog uitchecken. Ik zeg ja, dat kan ik niet allemaal zien, meneer. Precies, als jij het groene knopje indrukt, dan heb je alle uitgecheckt. Ja, ik zeg, waarom was je zo gehaast? Ik zeg, ik ben helemaal niet gehaast. Ik heb gewoon de tijd gegeven dat u uit kunt checken en eruit kan. Ja, dan moet je maar wat sneller. Ja, ik bedoel, dan wat sneller. Precies, ze hebben altijd wat op te merken, maar je hebt goed beantwoord. Ik zeg, meneer, ik ben alleen. Ik kan niet de hele tram in de gaten houden, weet je. Amstelveenseweg overstappen op de lijnen 15 richting station Sloterdijk.
en 62 richting station Lelylaan. Ja, dat zei ik ook. Volgende keer wat eerder uitchecken, dan kun je er ook makkelijker uit. Precies. Weet je hoe vaak ik op CS roep, u kunt alvast uitchecken, dan zijn we nog bij de stoplicht, toch? Ja, precies. Niemand staat op, pas als je aankomt, dan gaan ze dus zoeken naar die creditcard, zoals die jongen. Ja, het neemt zoveel tijd in beslag. Ja. En ze denken dat jij gewoon Uber bent. Ja, dat je een taxi bent, dat je alle tijd voor ze neemt. Ja, en nog voor de deur kan aandroppen als het moet. Ja, nee, sorry, zo werkt niet. Zijn ook andere mensen in de tram, weet je? Ja, nee, precies. Ja, doet het goed hoor. Je moet je niet... Straks moet je zeggen als je commentaar heeft, weet je, als je daar geen zin in hebt in zulke discussie, moet je zeggen commentaar, geef op e.nl. Inderdaad. Laat het lekker sudderen. Ja, nee, het zit me ook niet dwars hoor. Het is gewoon de eerste keer dat ik dit meemaak zo. Ja, ik denk van ja, dan moet je maar wat eerder. Moet je niet mij erop aanwijzen, moet jij gewoon eerder opstaan. Heb jij geen competentie? Nee, ja. Hoofddorpplein, Haarlemmermeerstraat, Heemstedestraat. Overstappen op de lijnen 15 en 62. Westlandgracht, Heemstedestraat. Vergeet niet uit te checken, ook met je betaalpas. Please remember to check out, also with your bankcard. Nog eentje. Ja, precies, ik kan het niet geloven, echt nog eentje. Delflandlaan, Heemstedestraat.
oude dame. Ja. Even wachten. Ja, laat maar weten. Ja, ga maar. Gaat niet zitten. Volgens mij gaat er altijd 1,5 omheen. Maar ik weet het niet zeker. Zit hier al vast. Het is mijn lievelingslijn. Ah, is het niet? Want ik zie hem best wel vaak bij andere lijnen. Ik heb altijd de leukste lijn. Heemstedestraat, Jacques Veldmanstraat, Otto Helderingstraat. Overstappen op de lijnen 50 en 51. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out. Ter beschikking, toch? Oh, en dan zit je gewoon op een... Oké, okay, ja, dan snap ik het. Maar normaliter zit ik gewoon op lijn 2. Zoals gisteren was ik ook op lijn 17. Nee. En vandaag weer op mijn lijn en morgen ook. Ah, oké. Okay. 17 vind je wel prima of liever niet? Nog een keer? Lijn 17, vind je die wel prima? Jawel, weet je, ik heb er geen moeite mee met 17. Het enige wat mij altijd dwars zit is het bedellijn noem ik het altijd. Iedereen wil gewoon gratis mee. Ja, ik snap wat je bedoelt. Als je nee zegt, dan ben je gelijk een racist of een moer of ik weet niet wat je ook maar bent. Maar je bent alles behalve jezelf. Nee, ik snap inderdaad wat je bedoelt. Dus jij, ik weet niet of jij als bestuurder dat veel te maken mee krijgt. Gelukkig nog niet meegemaakt hoor. Maar achterin is dat bijna dagelijks. Ja, dat heb ik ook begrepen. Ik heb nooit een aanvaring gehad, nooit een ruzie. En ik weiger ook mijn kaartje. En dat heeft ook te maken... Johan Huizingalaan, Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis. Overstappen op de lijnen 18, 62 en streekvervoer. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out. Beste reizigers, u kunt overstappen op streekvervoer EBS, buslijn 272 in de ochtend richting Slotervaart IBM en in de middag richting Purmerend de Purmer via Amsterdam Sloterdijk. Dus ik klop eigenlijk af en ik zeg, tot nu toe heb ik er geen moeite mee gehad. Nou, maar ik kan niet garanderen dat ik er nooit moeite mee zal hebben. Nee, ik denk als je het ook constant hebt, dus je op een gegeven moment ook wel klaar mee bent hoor. Ja, ik ben er ook mee klaar, weet je. Maar ik weet dat bij lijn 17 is de bevolking daar, hè. Die zijn heet gebakkerd. Ja, zo kan je het wel noemen inderdaad. En als je erin trapt, dan ben je... Lauwersweg, Lauwershoek, Antwerpenbaan. Overstappen op lijn 18 en streekvervoer. Ze doen er alles aan om jou uit te lokken, schat. En als je erin trapt, dat heb jij het gedaan, hè? Ja, is ook zo. Daarom, ik weet dat. Dus daar ben ik echt ontzettend mee van bewust. Als het mij niet lukt om een discussie beginnen, een discussie te worden, dan roep ik altijd de bestuurder bij. Ja. Thank you.
Aan van Vlaanderen. Antwerpenbaan. Overstappen op lijn 369. En streekvervoer. Centrum Nieuw Sloten, Kasterleepark, Hageland. Oudenaardeplantsoen, Antwerpenbaan, Vrije Geer. Eipunt voor deze lijn. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out. Moet ik hem even omdraaien? Moet die filmen blijven draaien? Sorry? Moet die blijven filmen? Ja. Vind je goed, ik ga mee of niet? Nou, ik zie je dan daar. Goed? Oké. Okay. Doe een rondje. Is goed. Ja? En als je daar met de camera? Ja. Ik zie je zo. Blijf in. Ja, ik ga een sigaretje doen. Ik kom zo hierin.